Welkom bij deze video. Hierin ga ik jullie iets vertellen over de standaarddeviatie. Standaarddeviatie is een manier om de spreiding van statistische gegevens weer te geven en dan wel met behulp van één getal. We zijn natuurlijk al eerder met spreidingsmaten bezig geweest en dat mondde uit in een boxplot. Maar het kan dus ook met één getal en dat is de standaarddeviatie. Je ziet hier twee rijtjes van 8 getallen. Laten we zeggen dat het allebei de temperatuur was, bijvoorbeeld gedurende 8 dagen. Gemiddelde temperatuur op die dag of iets dergelijks. En je ziet ook duidelijk verschil in spreiding. He, bij die eerste rijgetallen zit alles een beetje aan de zijkant. Het ligt ver uit elkaar, terwijl bij die tweede zit alles een beetje in het midden. Nou, we weten natuurlijk dat je dat in principe ook al kan zien aan de boxplot. Wat deze twee rijtjes met elkaar gemeen hebben, is dat de gemiddelde temperatuur inderdaad gewoon 0 graden is. Dat zie je meteen. De boxplot dan. Voor de eerste is dat, ziet dat er als volgt uit. De mediaan is uiteraard 0. Dat is het gemiddelde van de middelste twee getallen. De middelste twee getallen zijn min 10 en 10. Het gemiddelde is 0. Verder valt het eerste kwartiel samen met het minimum. Want de eerste vier getallen zijn allemaal min 10. Dus dat is min 10. En het laatste kwartiel is 10. En dat is natuurlijk ook hetzelfde als het maximum. Nou, dan krijg je een wat rare boxplot waar niet die flubbels aan de zijkant nog aan zitten. Maar dat kan wel eens gebeuren. Dit is de boxplot van de andere figuur. Hier zie je ook een mediaan van 0. Het gemiddelde van die 0 en 0 in het midden. Maar het eerste kwartiel is anders. Min 10 en min 5 vormen samen 25% laagste getallen. Dat betekent dat het eerste kwartiel tussen die min 5 en 0 zit. Het gemiddelde daarvan is min 2,5. En op dezelfde manier is het derde kwartiel 2,5. Oké, vandaar deze boxplot. Het valt trouwens op dat de spreiding in beide gevallen, de totale spreidingsbreedte, wel gelijk is. Maar goed, hoe kan je diezelfde spreiding nu uitdrukken als één getal? Dat is de standaarddeviatie. En laten we maar zien hoe dat moet. Om de standaarddeviatie uit te rekenen, kijk je eerst voor ieder getal wat de afstand tot het gemiddelde is. Nou, het gemiddelde was voor beide rijtjes 0. Dus dat betekent dat bij de bovenste getallen de afstand tot het gemiddelde telkens 10 is. En dan zou je denken, oké, dan nemen we als spreidingsmaat dat we gewoon het gemiddelde nemen van al die afstanden, dan kom je op 10. Nou, dat is op zich een mooi getal, maar dat is niet wat de standaarddeviatie is. Dat is ietsje ingewikkelder. Alhoewel je zult zien dat je nu hier in het eerste geval op hetzelfde antwoord uitkomt. Wat ze doen is dat ze die afstanden eerst allemaal kwadrateren. Een gemiddelde nemen van die kwadraten. En daarvan dan weer de wortel nemen. Dus er zit een soort tussenweg waarbij je eerst alle kwadraten neemt. En dan nog eens een keer een wortel. Nou, hoe ziet dat eruit? Dus als volgt, die afstanden die waren allemaal 10, 10, 10, 10, 10, 10. Die hebben we allemaal gekwadrateerd. Daarvan nemen we het gemiddelde van die kwadraten, dat is 100, en daarvan nemen we de wortel en dan komen we op 10. Nou, kijken wat er gebeurt in het andere voorbeeldje. De afstanden zijn nu 10, 5, 0, 0, 0, 0, 0, etc. 5, 10, allemaal de kwadraten. We nemen het gemiddelde van die kwadraten, dat is 250 gedeeld door 8. En daarna nemen we de wortel en dan komen we dus op een standaarddeviatie van 5,6. Oké, dus in het ene geval 5,6, in het andere geval 10. En er is in ieder geval één belangrijke conclusie, namelijk dat de standaarddeviatie bij die tweede gegevens kleiner is. En dat is ook wat je zou verwachten, want ja, die liggen veel beter zo rond dat gemiddelde. De meerderheid is gewoon 0. We doen tot slot een getallenvoorbeeld waarbij het gemiddelde niet 0 is. Die afstanden zijn dan iets bewerkelijker en dan zie je ook hoe dat in zijn werk gaat. We bekijken het voorbeeldje met getallen 3, 4, 6 en 7. Nou, het gemiddelde uitrekenen is een fluitje van een cent. We tellen het op, we delen het door 4 en dan komt daar 5 uit. Vervolgens berekenen we de afstanden van elk getal tot dat gemiddelde. Nou, de afstand van 3 tot 5 is 2, de afstand van 4 tot 5 is 1, de afstand van 6 tot 5 is 1 en de afstand van 7 tot 5 is 2. Dus dan krijgen we het rijtje 2, 1, 1, 2. Daarvan nemen we dan de kwadraten. Dus de kwadraten van de afstanden zijn 2 kwadraat is 4, 1 kwadraat is 1, 1 kwadraat is 1 en 2 kwadraat is weer 4.
Hiervan berekenen we het gemiddelde. Het gemiddelde van de kwadraten tellen we ze op. Dus 10 gedeeld door 4 is 2,5. En tot slot, om de standaardafwijking, wat we eerder de standaarddeviatie hebben genoemd, dat zijn twee woorden voor hetzelfde ding, te krijgen, die krijgen we door een wortel te nemen. Dus de wortel van 2,5 is 1,6. Dus de standaardafwijking voor dit rijtje is 1,6. Hopelijk is het nu duidelijk hoe het in het werk gaat. Je kunt het natuurlijk ook een beetje door je rekenmachine laten doen. Dan zet je gewoon je rij getallen daarin en dan zit er ergens een knop om de standaardafwijking uit te rekenen. En vooral als je meer dan 4 getallen hebt, in de zin van 100 of iets dergelijks, dan wil je dat liever met een rekenmachine of misschien wel met een spreadsheetprogramma doen. Oké, succes ermee!